staat een prachtig windje en het is mooi weer. Eerst moet ik mijn spullen pakken. Wat moet ik pakken? 1. Mijn bootje zelf. Deze dus. 2. De giek, de mast en de spriet. De mast is hetgeen er waar het zeil aan vast zit. De giek zit onderaan het zeil. En de spriet die zorgt ervoor dat het zeil omhoog blijft staan. 3. Het zwaard en het roer. Het roer, daarmee kun je sturen. Dat is nogal logisch. Het zwaard zit onderaan de boot en zorgt ervoor dat je niet om kunt klappen. 4. Dit zijn 3 belangrijke onderdelen. 1. Het windvangtje. Hiermee kun je zien waar de wind vandaan komt. 2. Het hoofdblik. Hiermee kun je het water uit je boot halen als je net bent omgeslagen. En 3. Dat is een peddel. Daarmee kun je vooruit komen als er geen wind is. Nu moet ik mijn spullen even controleren of ze in de auto zijn. Loop je even mee? In deze auto ligt ze. Even controleren. Hier heb je de giek. De spriet. De mast. Hier heb je het zeil. Het roer en het zwaard. Dit is mijn windvaantje. Hier gaat hij om de mast heen. Eens kijken waar de wind vandaan komt. Hij is nogal draaierig. Dit is het peddel. Ciao. Oké. En dit is mijn hoofdblik. Zo, alles zit erin. Oh nee, het bootje. Die moet er ook nog op. Dit is mijn wetsuit. Die doe ik meestal aan voor de kou. Als je in het water valt, valt het niet zoveel op. Daaroverheen doe ik een zwembroek. Klinkt een beetje raar, maar het beschermt tegen schuren en krassen. Dit is ook belangrijk, een zwemvest. Jullie weten vast wel waar het voor staat. Voor drijven. Dit is niet super belangrijk. Maar ja, je moet het alsnog hebben. Dit is een windjack. Voor de kou. Ik ga me nu omkleden. Tadaa! Hoi, hoi. Ik zal bij zeilvereniging wel te rijden. Nu ga ik mijn boot op tafel. Oké, 1, 2. Pas op je hoofd.
zeilleraars van Kiki. En we hebben vandaag lekker gevaren. En wat hebben we nog verder gedaan? Hebben we alleen maar gezeild of niet? We hebben toch ook nog vast wel wat anders gedaan? Ja, we hebben buiten op zo'n vlotje gespeeld achter de boot. En gezeild. Nou, dit was mijn zeilles. Er stond harde wind. Maar toch heb ik het gedaan. Volgende week ga ik jullie wat laten zien van mijn examen en van clubkampioenschappen. Tot dan! Doei doei!